ben jij klaar voor een tandtrekken? Hoe zien zijn tanden er wel niet uit? Godzie! Hou me uit, laat me gaan, oké? Okay? Geef me een secondje om mijn spullen te pakken. Volgens mij gaat hij mijn tanden eruit trekken. Deze tandarts is helemaal niet aardig. Loop maar weg. Kom maar nooit meer terug, oké? Okay? Doe die deur maar dicht. Tommy, Sam, Zoe, wat doen jullie hier? Ja, nou, we hadden een tandartsafspraak, maar... Ja, precies. Ik wil niet meer. Ik wil hier weg, hoor. Ik heb deze nieuwe tandartspraktijk gebracht, maar ik kan je vertellen... Bob is de tandarts, maar hij is zeker niet aardig. Hij is mega eng. Wat doe jij hier, kind? Ja, ik moest ook naar de tandarts. Ik heb te veel snoepjes gehad, dus nu heb ik allemaal gaatjes. Nee, maar jongens, de tandarts is mega goed voor je, oké? Okay? Die maakt je tanden heel en dat soort dingen. Maar Bob heeft het alleen maar over al onze tanden eruit halen. Maar jongens, hebben jullie alles gezien? Inderdaad, er staat daar. Voordat je bij de tandarts komt, ben je blij. En heb je een glimlach net zoals Zoe momenteel. Zoe, kijk maar. Kijk, die heeft nu een glimlach. Maar nadat je bij Bob bent geweest, zie je er zo uit. Volgens mij is dat niet een teken van leven, jongens. Nee. Ik ben hartstikke bang. Ik poep in mijn broek altijd. Maar nu snap ik waarom deze tandarts zo goedkoop was. Mijn ouders zeiden, Dennis, je moet naar de tandarts, oké? Okay? Je eet veel te veel snoepjes. Ja, dat zeiden mijn papi en mami ook. Controle hebben voor gaatjes. Ze sturen je naar Bob. Maar volgens mij zijn ze zelf nog nooit naar Bob geweest. Want hij heeft de ramen dichtgetimmerd. Nee, dat denk ik niet. De stoel waar die was eng. En hij is nu een of ander ding aan het halen. Om letterlijk al mijn tanden eruit te trekken. Jezus, dat wil je toch niet? Ik ben mega bang voor de tandarts. Alleen jongens, hij heeft de deur op slot gedaan. We moeten een of andere sleutel zien te vinden hier. Moet je deze foto van Bob ook zien? Super eng. Ja, daarover gesproken. Een tandarts hoort zelf goede tanden. Mooie witte tanden te hebben. Een mooie glimlach. En dit is Bob. Ja, precies. Bob heeft alles behalve een mooie glimlach. Hij ziet er niet echt uit alsof hij onze tandjes beter wil maken. Hij ziet er nog enger uit dan mijn rekenleraar. Laat hem maar snel. Ja, zoek snel die sleutel. Laat hem maar heel snel de sleutel zoeken, want ik denk niet dat deze boor in jouw mond wil. En een tand? Jee. Wat moet je met een tand? Je tanden eruit halen, oké? Zien jullie wat ik zie? Niet alleen dat de sleutel hier op de grond ligt. Allemaal tanden. Ligt hier een emmer vol met tanden. Nee. Oké, laten we allemaal de sleutel pakken, jongens. Nee. En laten we zo snel mogelijk hier de deur open. Ja. We hebben hier een checkpoint. Oké, jongens, pas op, oké? Er ligt hier allemaal tanden staan. Daar moeten we zeker niet over uitglijden. Nee, dat is mega heet. Passen met ons hoofd op. De stenen vallen zoals Sam. Dan heb je denk ik een hersenschudding. Dat is niet zo leuk. Is het een kunstgebed, Tommy? Dit lijkt op een kunstgebed. Oké, dat is mega vies. Sam, je moet niet in het kunstgebied gaan zitten van mijn oma. Oké, daar overheen springen. Deze kant op. Er staat hier in Bob's kantoortje. Please, klop op de deur. Ik wil eigenlijk niet kloppen. Ik durf niet om te kloppen. Ik ben hartstikke bang. Klop, hallo? Oké. Meestal als een deur zo open gaat, is dat een horrordeur. Oké, een piepend geluid van de deur. Oké, staat hij niet achter de deur hier? Bob, lieve tandarts. Ik ga naar huis als je het niet erg vindt. Ja, ik ook. Ja, ik was mijn tanden wel. Ik ga samen met mami weer naar huis toe. En ik poets 5 keer per dag. Daarnaast, ik poets mijn tanden minimaal 2 keer per dag. Dus dat is zeker wel goed. Ik denk dat ik geen gaatjes. Jongens. Die spikes tanden. Moet je zeker niet aanraken, oké? Oké, we moeten er langzaam overheen lopen. Ik liep tegen de spike aan. Nee, deze spikes zijn mega gevaarlijk. Wow, heeft onze tandarts nou allemaal berentraps neergelegd? Dat als je erop staat, dat je letterlijk gegrepen wordt. Wat je ook doet er niet in staan. Kind? Er ligt een snoepje in het midden van die berentrap. Ga dan zo. Ja, ik zie hem ook. Wil ik pakken? Dat gebeurt er dus, jongens, als je erop gaat staan. Laten we deze kant maar opgaan. En er staat hier... Pas op, Bob heeft allemaal kleine huisdieren. Wat voor huisdieren heeft een tandarts nou weer? Als ik aan de tandarts denk, wat voor huisdieren denken jullie dan? Wordt het zo donker? Oké, hij heeft allemaal gebitjes, jongens, als huisdier. Zou dat een gebit zijn van allemaal kinderen die hij heeft ontvoerd en waar hij de tanden uit heeft gehaald? Daar lijkt het namelijk wel op. Oké, deze kant op. Oh, ren eens aan. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik zie pijlen op de deur. Er zitten twee kentjes achter mij. Ik kom eraan. Volg de pijlen. Zit er een pijl achter me? Nee, je moet hier rechtdoor. Er zit een kunstgebit achter me aan. Ik ben er. Jij bent hier veilig. Tommy, kom op naar de ventilatieschacht. Deze kant op. Het kunstgebit kan hier niet komen. Die dingen waren mega eng. Ik ben helemaal voorop, Dennis. Die dingen waren echt mega eng. Wat een rare kunstgebit is dat. Oké, volg mij, jongens, door de ventilatieschachten. Wat is dit? Ik heb geen idee. En wat is dit trouwens hier zo? Een shrinkend? Wat doet dat nou weer? Oké, laat ik dat
dat kan voor 300 kronen. Oké, ik ben benieuwd wat het doet. Ja, ik mag geen rookjes van papi. Aan de kanten, jongens, aan de kanten. Kind, jij bent een doelwit. Wow, nu ben ik nog kleiner geworden. Ik ben geen baby. Oké, Tommy, daar ga jij. Baby Sam, als laatste. Kom op, Zoe, blijf stilstaan. Oké, ik mis alles, Zoe. Ik mis alles. Je hebt geluk. Oké, Zoe, ik schiet niet meer op jou, oké? Vertrouw maar. Toch niet? Zoe, je bent nu ook een kleine baby geworden. Maar jongens, ik heb jullie eigenlijk geholpen, want jullie kunnen hier nu makkelijker doorheen, oké? Ja, inderdaad. Ja, lekker kudde, perfect. En in één keer doorlopen, want je wilt zeker niet geraakt worden door deze dingen. Oké, jongens, we worden weer normaal, oké? Oké, jongens, dit is veel beter. Oké, laten we hier overheen springen, jongens. En wat je ook doet, val niet naar beneden, want jullie hebben het gemerkt, dat overleef je niet. Via de ladder moeten we omhoog. Oh, jongens, er stonden er allemaal lasers op. Jeetje, Mina. Dus je moet op het juiste moment naar boven gaan. Nu! Oké, perfect. Nu. En wachten. Oh, mijn pluimpje raakt het bijna aan. Bijna. En... Ja, Tommy, Wacht. Oké, en het laatste stukje. Oké, we zijn er, Tommy, we zijn er. Dat scheelt niks. Wat is dit? Het scheelde echt niks. Ik heb geen idee, maar ik ben er bang voor dat we dat zwarte niet moeten aanraken, jongens. Nee, dat denk ik ook niet. Wow, oké, deze kant op. En hier ook. Oh, wat spannend. Wow, is het ook voor rare plek? Dit inderdaad. Over allemaal buizen. Waarom is het een tandartspraktijk? Inderdaad, ik wist ook niet dat een tandarts dit had. Maar laten we hier door de deur gaan. Een soort van lift. Vertrouwen we dit, jongens? Ik denk dat we dit niet helemaal vertrouwen, maar er is een rode knop, dus ik moet drukken. Oké, je hoeft niet altijd op een rode knop te drukken. Oké, je hebt gedrukt. Oh, daar gaan we. Naar boven. Wow, maar deze lift gaat wel hoger dan wat ik dacht. En ik heb hoogtevrees. Ik ook. Ik hou hier ook niet zo van, Dennis. Tommy en het kind, jullie vliegen bij mij letten. Jongens, ik ben er allemaal lava in de tandartspraktijk. Dit is geen idee. Ik zweef helemaal kapot hier. Ik kom bijna naar beneden. Nu het zegt inderdaad, Tommy, er hangen allemaal tanden aan de muren. Blauwe tanden van jongens, roze tanden van meisjes en groene tanden met allemaal gaatjes. En die zijn van Tommy. Zoe, jij eet mega veel snoepjes, dus ik denk dat die groene tanden van jou zijn. Oh, daar gaan we! Wow, we gaan mee, dit gaat mega snel. Oh, wat een bocht. En ik ben hier echt gestrand. We zijn in een soort van kasteel beland met allemaal ridders en wapens en tandenborstels. Alleen die tandenborstels. Jongens. Ja, waarom zijn de borstels steken? Ik denk niet dat je deze tandenborstel in je mond wil hebben, want dan bloed je letterlijk gewoon. Oké, laten we deze kant op gaan. Geen idee wat het is, Zoe, maar er staat een doodzoop op. Dus wat je ook doet, staat er niet op. Als je erop staat, dan komen de muren tegen je aan. Alleen, wacht eens even, kan ik hier niet onderdoor? Weet je wat, ik ga gewoon deze groente hier zo volgen in het midden. En de laatste sprong eroverheen. Perfect. En nu moeten we over een van de houten brug. Alleen, deze brug lijkt niet heel erg sterk. En het lijkt op elk moment in te storten. Ik heb net zo hier niet op te staan. Wow, en dit is een lava parcours. En daar heb je letterlijk een standbeeld van de tandarts. Enge tandarts heeft letterlijk een standbeeld van zijn... Ik krijg hier speedboost. Ik ben in de hete lava gevallen. Wat je ook doet, je moet op tijd springen, jongens. Anders ben je een gebraden eentje, net als ik, oké? En daarop. Wow. En ik ben een gebraden pannenkoek. Op allemaal lava in je springen daarop. Dat is mega goed. Hopsakee. En het laatste sprongetje. Ik ben er. Perfect, Tommy. We zijn mega goed bezig. Wat doet het dan als dan ook zijn mond spoelen met lava of zo? Ik denk het niet. Dat is wel een beetje pittig, denk ik. Deze tandarts, genaamd Bob, verzamelt namelijk allemaal tanden van kinderen. Nee, niet mijn tanden. En als wij niet snel ontsnappen, dan verzamelt hij ook al onze tanden, jongens. Er staat hier dat we de hendels moeten vinden. En ik zie allemaal hendels daarboven, dus laten we gaan, oké? Hier naar boven en hier is een hendel. Oké. Perfect. En die moeten we overhalen. En hier is nog een hendel. Eens even kijken. En hier is nog een hendel. Oké, deze overhalen. En de laatste, die is hier zo. Perfect.
Tim, maar wat doet dat? Is nu een poort geopend? Ja, de poort hier gaat open. Kijk eens aan. Hij gaat langzaam naar beneden, dus we kunnen er overheen. Alleen, ik ben benieuwd waar dat heen gaat, jongens. Tot nu toe zijn we in ieder geval de tandarts wel afgeschud, dus dat is beter. Pop, wat doe jij hier? Hoe durf jij mij te ontsnappen? Pop gaat aanvallen. Rennen, jongens, rennen! Oh nee. Wat je ook doet, jongens, blijf rennen. Oh nee, hij wil onze tanden eruit halen, Rennen, Sam, Rennen, Sam! Rennen, Sam, ik zie de uitgang. Rennen! Sorry, Sam, waar zijn we? Zijn we ontsnapt? Ik loop eruit. Waar is Tommy? Hier zo achter. Ik ben hier, jongens. En dat kind, jongens, is het kind te pakken genomen door de tandarts? Oh nee. Ik denk het wel. Oké, wat je ook doet, Sam, bel je ouders, oké, dat ze ons niet ophalen. We zijn ontsnapt van de enge tandarts Bob. Als je meer avontuur wilt zien van ons, klik dan op een van de video's op het scherm. En als je hem genoten, klik dan op de abonneerknop. Doei!